Nou, dames en heren, we kwamen hier bij de Hortus Populus om even te kijken wat ze aan het doen waren voor NL Doet. Maar toen, toen troffen we jou. Wie ben jij? Ik ben Sandy Zwaan en voor de Hortus Populus zijn wij nu bezig met het maken van moestuinbakken voor kinderen die komende zomer gaan schooltuinieren hier. Oké, want de Hortus Populus die heeft de NL Doet actie uitgesteld, hè, begrijp ik? Ja, vanwege het natte weer en de tegenvallende berichten qua weer hadden ze bedacht van we gaan het op 15 april doen. Ja. Want ben jij ook bekend bij de Hortus? Kom je daar wel eens? Ja, ik ben ook vrijwilliger bij de Hortus. Ah. En ik doe ook de abonnementenuitgifte één keer in de zoveel tijd in het winkeltje op zaterdag. Okay. En ontzettend leuk hier. Ja. En daarnaast heb jij nog een andere baan eigenlijk voor iets van moestuintjes. En dat combineer je dan? Ja, voor de Hortus Populus ben ik bezig voor de wereldwijde school om hier ook het schooltuinier uit te zetten. Okay. Ja, dus dan komen ze gezellig hier, al die kinderen. Dus het is de bedoeling dat alles basisscholen, zeg maar, van de gemeente, die kunnen hier dan les krijgen in de moestuinen. Ja, dit is echt wel specifiek voor de wereldwijde. Die hebben hier echt hun eigen bakken. Oh, wereldwijde is de school, sorry. Ja, dat is de school hier. Ja. En zij hebben hier echt hun eigen project. Maar al zouden er andere scholen willen aansluiten om ook eigen bakken hier te krijgen, dan is daar wel over te praten. Oh, okay. Ja, want zeker. Die bakken zijn weer van de school, zeg maar. Ja, dat wordt zo neergezet. Oh, okay, leuk. Ja. Hey, en wat moet je nou allemaal gaan doen? Want ik zie allemaal water. Maar... Nou, we beginnen eigenlijk met het weghalen van de oude bakken die er staan, want die waren echt vergaan na zoveel tijd. En er worden nu nieuwe paaltjes gezet en uitgemeten. En het is nat en drassig, maar de paaltjes gaan in ieder geval goed de grond in. Oké, dat is lekker, lekker makkelijk dat de grond een beetje zacht is. Ja, te hard is niet goed. Nu is het een beetje nat en waterig, maar goed. Okay. Bedankt en succes. Gedaan. Hartstikke leuk, dankjewel. Hallo Lisette, we zijn hier in de FUT en met NL Doet. En dit is wat jullie vandaag gemaakt hebben. Hè? Wat is dat precies? Nou, dit hebben we niet gemaakt, maar dit is verzorgd met een soort olie. Dus dat heeft iemand mooi in de was gezet. Dit is een project wat we op de planning hadden voor dit seizoen. En die is helemaal tot stand gekomen met twee vrijwilligers. Tenminste, twee mensen die zich aangeboden hebben om dit te maken. Ja. Dus, het is een badmeesterstoel, hè? Badmeesterstoel, klopt. Ja. Het voorbeeld hebben we eigenlijk gepikt uit de Loete, het zwembad in Haastrecht. En daar was ik eigenlijk even op een soort snuffelstage. En toen zag ik die stoel en zei ik, die is echt wel te gek. Die wil ik ook hebben. En toen hebben de mannen die deze dus gemaakt hebben, hem opgehaald, de stoel uit Haastrecht. En hebben hem helemaal één op één nagemaakt. Oh, wat goed. Dus dat is, en gesponsord door lokale ondernemers. Hogendorrenhout en aannemersbedrijf Van Soest hebben de materialen verzorgd. Zuilmakerij Hemmers heeft een hele mooie hoes ervoor verzorgd dat als 's avonds het bad gesloten wordt, dat die netjes droog opgeborgen wordt. Dus dat is ook het leuke dat lokale ondernemers ook dit soort initiatieven ondersteunen. Ja, en Wim van Dijk. En Wim van Dijk, Radio van Dijk, die heeft ook nog een financiële bijdrage daaraan gedaan. Okay. Dus, ja. Mooi. En wat is uw functie in de FUT? Mijn functie is beheer van de machinekamer van de technische installaties. Ik heb vandaag niet heel veel werk. Van mijn werk met NL Doet is Lisette een beetje ondersteunen met kleine klusjes, een deurtje die niet goed sluit, dat soort dingetjes. En gedurende het seizoen zorg ik dat pompen draaien, dat we schoon water hebben, warm water hebben, dat iedereen veilig kan zwemmen. Ja. Oké. Lisette, wat hebben jullie allemaal meegedaan met het groen? We zijn natuurlijk in het groen bezig geweest. Dat is al gesnoeid en dat hebben ze opgeruimd. Team schoonmaken heeft alweer een rondje buiten gedaan. Het onderhoud. Ze zijn met de tegels aan het schoffelen geweest. Wat hebben ze nog meer gedaan? Een hoge drukspuit is er gebruikt. Er is een mooi rekje gemaakt in de schoonmaakruimte voor alle attributen weer op te hangen. Met hoeveel mensen zijn jullie bezig? Er zijn er zo vandaag wel een stuk of 20 aan het werk geweest. Ja. Ja. En wanneer gaan jullie weer open? 28 april gaan we weer open. 22 april. Oh, 22 april, sorry. 22 april gaan we weer open, Oké. Super. Hallo Dieter, behalve de mooie badmeesterstoel hebben jullie ook een prachtige ruimte voor de toezichthouders, heb ik gehoord. Hè? Ja, klopt. Nou, we hebben als bestuur altijd gezegd, we moeten het de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk maken. En een van de dingen die we terugkregen van de toezichthouders was, mensen komen eigenlijk altijd wel zwemmen. Weer of geen weer. Prachtig heet, mooie dag, of als het miezert of regent. En we zijn toch open. En dan hebben we gezegd, dan laten we gewoon zoiets maken als hier. Dan kunnen ze in de schaduw staan of als het regent sta je droog. En toch open, je kan gewoon goed toezicht houden. Dus dit is weer iets waardoor we de vrijwilligers weer net een stukje makkelijker hebben gemaakt. En leuker. Ja.
Ja. En het water moet nog een beetje opgeknapt worden. Nou, nee, dat laten we zo hoor. Nee, grapje. Nee. Het water moet natuurlijk erin blijven zitten vanwege de opwaartse druk van het oppervlaktewater. Mm-hmm. Dus anders gaat het bad kapot. Oh, ja. Ja. Dus er moet altijd het gewicht in het bad blijven. Maar binnen nu een week of twee, drie zal het team laten leeglopen. Ja. Dan wordt het helemaal schoongemaakt. Dat is wel eigenlijk, dan wil ik je eigenlijk uitnodigen om nog een keer te komen. Want een leeg bad heeft iets magisch. Dat zal ik je echt zeggen. Dan wordt het helemaal schoongemaakt. Wordt het weer gevuld met schoon water. Ja. Dan gaat de machinekamer aan. En dan wordt het gevuld met chemicaliën natuurlijk. Hè. Dat chloor moet erin. En dan wordt de watertemperatuur verhoogd. En dan kunnen we een mooie eind april open. Ja, ja. Hoe is het met jullie energiekosten? Gaat dat een beetje? Nou ja, dat is zoals bij elke huishouden. Hebben wij daar ook die uitdaging. Dus we zijn ook op zoek naar alternatieve mogelijkheden om energie op te wekken. Er wordt gekeken naar zonnepanelen. En dan hebben we het echt over een flink aantal. Ja. Er wordt gekeken naar een contract of al dan niet flexibel. Dus wij spelen met dezelfde uitdaging als ieder ander op dit moment. Ja, want jullie hebben geen vast contract nog? Nee, dat is helaas flexibel. Ja, de prijzen zijn alweer iets gezakt, hè? Ja, is ook zo. Ja. En wij zijn natuurlijk een seizoensbad. Dus wij hebben in het warmste deel van het jaar zijn we open. Ja. Dus dat is wel een voordeel. Maar ja, nee, die kosten gaan we niet, die gaan we niet lager krijgen. Ja. Ja, je vertelde me net, de burgemeester komt zo. Ja. Heeft dat een reden? Ja, we hebben natuurlijk vandaag NL Doet. Ja. En hij is natuurlijk nieuw in onze gemeente. Dus samen veilig open, dorpstrots. Nou ja, hoe mooi kan je het hebben met de VUT? Dus hij heeft gezegd, ik kom zo meteen bij NL Doet, kom ik even aanschuiven. Dus we verwachten hem elk moment hier. En kunnen we hem ook welkom heten in ons prachtige mooie bad. Oké. Okay. Ja? Ja, nou, gelukkig hebben jullie er al een beetje van gegeten, want... Ik vind het mooi hoeveel vrijwilligers hier vanaf april, maar jullie zijn natuurlijk nu al dingen aan het voorbereiden. Ja. Dus indrukwekkend hoeveel mensen hiermee bezig zijn. En nou ja, echt van een van de pareltjes van vrijwilligerswerk. Dus, hartelijk dank. En we hebben er echt van genoten. En het ziet, het is gewoon het is gewoon een waardering voor iedereen. Ja. Sorry, dit is niet. Dat is mooi. Maar ik vind het altijd wel indrukwekkend. Want wat ik net zeg, het moet ook veilig zijn. Ja. Je werkt met water, dus het moet veilig zijn dat kinderen blijven drijven, zeg maar. Waterkwaliteit en dus, nou ja. Ja, maar gewoon ook een heel groot sociale happening is het hier, hè. Niet alleen voor de mensen die komen zwemmen, maar ook gewoon de mensen die met elkaar allemaal dit bewerkstelligen. Dat is gewoon zo'n grote kracht achter de VUT. Daar zijn we echt heel trots op. Burgemeester, wat is uw indruk tot nu toe van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Ja, mooi. Heel veelzijdig. Ik ben al een dag op stap geweest in Driebruggen. Met een aantal bewoners daar. En nou ja, gewoon wandelend, fietsend. Ja, je zit midden in het groen. Echt een dorp die ook met de bedrijven die daar zijn heel nauw naar samenwerken. Het zijn onze bedrijven. En de volgende keer zit je in Reewijkdorp bij Carnaval. Ja, 700 man was bezig met de optocht, met al die wagens, met Prins Carnaval en op zondag in de carnavalsmis in de kerk. Het is gewoon een volle bak, maar echt zo'n hele gemeenschap doet mee. Nou, dan, en ik ben nog maar net begonnen, hè? Maar dat zijn twee van die hele waardevolle indrukken waar je zoveel mensen aan de slag ziet en ja, stevige gemeenschappen. Dat is heel waardevol. Ja. Wat vindt u van de VUT? Want een paar jaar geleden stond het nog op de nominatie om gesloten te worden. En mensen zijn massaal naar het gemeentehuis gekomen om te protesteren. U ziet het resultaat. Wat vindt u ervan? Ja, mooi. Het is een openlucht zwembad die 100% gerund wordt door vrijwilligers. En dat is wel indrukwekkend. En ik vroeg, hoe vaak zijn jullie dan open? 7 dagen per week. Ja. En van heel vroeg al af... Dat betekent dat je hebt mensen hier nodig van de techniek, je hebt mensen die de kassa, je hebt mensen van de buitenruimte. Dus er zit heel veel expertise in, heel veel vrijwilligers die het goede willen doen en er ook gewoon heel veel tijd in stoppen. Ja, het is een pareltje. Heeft u zelf nog tijd om te gaan zwemmen, denkt u? dat weet ik niet. Ik ben, het is nu zaterdagmiddag, maar sinds donderdagavond ben ik al op pad en was ik buiten de gemeente, dus... Mijn tijd wordt meestal goed vervuld. Maar ja, dit is zo'n dag van vrijwilligerswerk. Dus ik had zoiets van, jongens, ik wil toch wel ergens langs gaan om mijn waardering uit te spreken. Voor het vrijwilligerswerk hier, maar ook gewoon op al die andere plekken in onze mooie gemeente. Ja, ja. Toen u aangetreden was er een mooie, bijna conferentie van Jan Vergeer. Hè, met het verschil tussen Rotterdam en Bodegraven-Reeuwijk. Wat vindt u ervan? Heeft hij gelijk?
Ja, dus sowieso heeft Jan Vergeer altijd gelijk. Hè? Dat lijkt mij buitengewoon verstandig om te zeggen. Ja, het zijn hele andere gemeenten, heel andere gemeenschappen. Maar ja, ik ben net begonnen. Maar ik probeer wel te investeren in het snappen wat er speelt. En nou ja, het mooie van de gemeente en de gemeenschappen te zien. En er zit hier zoveel mooie natuur. Hè? We zitten hier vlak tegen de plassen aan, maar ook de Meijen bijvoorbeeld. Het zijn echt van die pareltjes die zo dicht tegen de rand zitten. Alleen, ja, je moet er wel zijn. Je moet wel de ogen openen. Dus ja, het is een cadeautje om hier burgemeester te mogen zijn. Nou, dank u wel. Alsjeblieft.